Het is vandaag feestje. Hoezo feestje? Nou, LinkedIn is vandaag jarig. Ja, en het is vandaag bevrijdingsdag. Dus, eigenlijk dacht ik, omdat het bevrijdingsdag is, laat ik mezelf een dag vrij geven. Laat ik nou eens niks tekenen. En geef ik jullie de opdracht om iets te tekenen wat te maken heeft met bevrijding. Ja, dat is een goed idee. Teken jullie eens iets wat te maken heeft met bevrijding. En mail je tekening naar het onderstaande adres. Hieronder in de comments komt het mailadres te staan waar je het heen kan sturen. En dan laat ik het een van de komende video's, een van de komende dagen, laat ik jouw tekening zien in beeld. Is dat een goed idee? Fijne bevrijdingsdag verder en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen. Ja, vandaag is het bevrijdingsdag. Wat ga je daar nou bij tekenen? Dat is best wel weer lastig. En dan kan ik wel zeggen, ik heb vrij. Nee, we gaan natuurlijk gewoon wel tekenen. Dat teken van de vrijheid tekenen. Want het is eigenlijk een soort duif. Maar ook een vlam. Het zijn ook weer verfstrepen. Dus laten we dat eens een beetje tekenen. Zo. Dus de bovenkant van het. Dan heeft hij hier de vleugel. Tenminste, dat moet de vleugel voorstellen. Zo. Dat is een beetje zo uitge. Het is wel handig dat die stift het nu wat minder goed doet. Dan kunnen we mooi een beetje. Dan zit hier het puntje. Het is dan het, zeg maar het oog van de vredesduif. En dan. Zo. En dat is eigenlijk ook. Oog is het dan weer een vredesfakkel, een vuur. Nou. De stift is nu echt aan het begeven. Dit is het een beetje zo, hè? Dat vrijheidssymbool. Het teken van de vrijheid. Ja, en dan natuurlijk in kleuren. Rood en blauw. De duif is rood. Oog is blauw. De fakkelhouder is blauw. Ja, en de rest eromheen is wit. Dus rood, wit, blauw. En het teken van de vrijheid. Heel veel mensen vieren vandaag de vrijheid. En ik denk dat we er ook heel blij mogen zijn dat we in vrijheid kunnen leven. Ik ging eerst even zoeken op Google bij Bevrijdingsdag. En toen zag ik eigenlijk allemaal plaatjes van tanks. Ja, en dat is eigenlijk geen vrijheid natuurlijk, al die tanks. Maar hoe beeld je vrijheid uit? Ik denk dat we gewoon de vrijheid mogen vieren. Dat we mogen uitkomen voor onze mening. Dat we ook kritiek mogen hebben op politici, over dingen die gebeuren. Dat we mogen demonstreren en dat we mogen stemmen. En ik denk dat het een groot goed is, die vrijheid. En dat we die zeker mogen gaan vieren. Dus ga lekker vieren vandaag, die vrijheid. En ik zie jullie dan morgen terug in de volgende video. Tot morgen!